vandaag eindelijk weer eens een keertje een opgemaakt video. Het is een opgemaakt video van augustus en september. Want de laatste was juli en augustus. Nee, juni en juli. En deze is dan van augustus en september. Dat komt omdat ik eigenlijk niet elke maand misschien dingen opmaak waarvan ik denk dat vind ik leuk om te laten zien. Terwijl ik wel dol ben op deze video's. Omdat het soort van kleine naar mini reviews ook in één zijn ofzo. En dan kan je ook gewoon echt zien wat ik heb gebruikt. Maar met sommige dingen doe ik natuurlijk ook wel heel zuinig aan. Dus je ziet natuurlijk niet altijd alles. Maar in ieder geval, opgemaakt video. Ik bewaar het nu in deze doos. En die zit best wel heel vol. Kijk. Ik begin, en dat ruik je dus ook meteen zodra de doos open gaat. Ik vind het een heerlijke geur. De Aussie 3 Minute Miracle Reconstructor Deep Conditioner for Damaged Hair. Nou, heb ik geen damaged hair. Maar weet je, jullie kennen mijn regels. Zolang het lekker ruikt, vind ik eigenlijk alles best. Ik vind dit geweldige producten. En ik snap wel dat sommige beautybloggers zeggen van het ruikt naar kauwgomballen. Ja, dat doet het ergens ook wel een beetje. Dus ik snap het ook wel. Het is gewoon heel erg zoet. Maar ik vind het niet misselijkmakend of overheersend. Ik vind het echt een, heerlijke geur. Gemiddeld geprijsd, hoger natuurlijk wel dan, nou ja, Dove en Nivea en noem het maar op. Deze volgens mij, zo'n fles volgens mij 7 euro. Ik vind wel dat je behoorlijk lang mee doet, omdat de substantie vrij sterk is. Ik vind het zelf echt heel erg lekker. Even kijken. Gaan we door naar Ethos Shower Cream en Silk met zijde extract. Ik heb deze heel erg graag gebruikt. Kost maar een paar euro. 2 of 3 euro. En gewoon lekker op een loofah en gaan met die banaan. Vind ik echt wel een aanrader. Vond deze geur ook erg lekker. Reinigingsdoekjes van Nivea. Die maak ik, die gebruik ik echt heel veel. Vooral voor swatches of als ik snel eventjes onder mijn ogen of even mijn lippen wil verwijderen. Of als ik andere lippenstift op wil doen of zoiets. Gebruik ik het nooit om mijn gehele make-up mee te verwijderen. Dat doe ik met de Philosophy 3-in-1 reiniger. Maar als ik dus doekjes gebruik, dan is het eigenlijk altijd voor de droge of gevoelige huid. Dus vandaar dat ik er zoveel heb. Even kijken. Dan heb ik nog een 3 Minute Miracle van Aussie. Ik had er een aantal in een goodie bag, dacht ik. Volgens mij zijn dit dezelfde. Ja, ik vind ze echt heerlijk. Dus ik ga ze wel zelf kopen. Nu staat de shampoo nog in mijn badkamer. Dus doe met één zo'n fles een maand. En ik weet dat de meeste van jullie denken, oh, een maand? Ja, een maand. Ik vind dat, ik ga niet poezelig lopen doen met een beetje conditioner. Moet wel lekker even klodder in mijn hand en dan wel power. Kom op, geen gedonder. Sheer Blonde Go Blonder. Dit is een masker dat ik één keer in de week, soms één keer in de twee weken, als ik bijvoorbeeld net krullen heb gehad, dan de volgende dag, dan was mijn haar best wel een beetje droog en beschadigd van de warmte. Dus dan gebruikte ik dit. Heerlijk masker. Echt, echt fantastisch. En je hoeft het natuurlijk niet alleen te gebruiken als je blond haar hebt. Ik vond de geur vond ik lekker, maar ik vond de werking. Oh, nee hoor. Ik vond dit een van de fijnste maskertjes, haarmaskers, die er verkrijgbaar is. Dus ja, ik ga deze 100% zeker net zoals Aussie opnieuw kopen. Heb ik ook van John Frieda de Sheer Blanco Blunder Lightning Shampoo. En die vond ik ook heel erg fijn. Heb ik heel lang mee gedaan. Sinds het event wat ik had in het voorjaar. Dus daar, met shampoo doe ik wel echt heel lang. Daar heb ik 4 maanden mee gedaan of zo. Vond ik heerlijk. Ja, zeker. Voor degenen die denken, hoe vaak was je dan je haar? Ik was mijn haar natuurlijk ook bijna dagelijks. Dus, en nee, dat is niet slecht voor je haar. Als jij het 1 keer in de 4 dagen wil wassen, moet je dat ook lekker doen. Maar mijn haar is heerlijk sterk, hartstikke gezond. De kapper die vindt altijd een vreugde om aan mijn haar te mogen zitten. Haar worden niet mijne. Dus, en ik vind dat gewoon heerlijk fris. Ik geniet daar gewoon van. Garnier Loving Blends herstellende shampoo. Dit was een sample die had ik opgestuurd gekregen naar aanleiding van een event. Of had ik gekregen naar aanleiding van een event in de goodie bag. En deze lijn is inmiddels uit. Daar heb ik een review over geschreven. Hij is ontzettend volledig. En mijn favoriete lijn is deze honinggoud. En ik vind hem heerlijk ruiken. Maar echt jongens, die shampoo en die conditioner. Ten eerste mijn haar ruikt fantastisch lekker. Echt gewoon wow. Maar de werking. Mijn haar is zijdezacht. Gewoon zo luchtig en heerlijk. Want ik heb hier de conditioner. Ik vond het echt een fantastische lijn. Echt een fantastische lijn. Dus ik heb er een stuk of 6 in mijn voorraadkast staan. Was laatst een aanbieding bij de Kruidvat. Volgens mij nu nog steeds. 2,50 per stuk. Ja, fantastisch. Echt een super lekker prijsje ook. Verzwaart het het? Easy peasy. Dus als je je haar in de knot wil doen, gebruik dan niet dit van tevoren. Als je haar normaal gewoon stijl hebt, dan kan het prima. Ethos nagellak remover zonder aceton. Dit en samen met eentje van de Kruidvat zijn mijn go-to. Deze is wat kleiner, dus makkelijker mee te nemen.
Met of zonder aceton. Het maakt mij nooit zo heel veel uit. Dat komt omdat het gewoon goed en snel moet werken. Zonder aceton is daarin altijd wel iets beter, want het is minder uitdrogen. Maar ik verzorg mijn nagels daarna zo goed dat het niet uitmaakt. Ik heb trouwens op dit moment niets op. Dat komt omdat ik zo dadelijk echt als een malle nagellak ga swatchen. En dan konden ze wel eventjes wat rust gebruiken. Sowieso is af en toe goed om je nagels te laten ademen. De Secret, de C en de Secret. Minerals from the Dead Sea Purifying Peeling Milk. Secret is een soort spa dat zit onder andere in Amsterdam. Overgewijs volgens mij uit uit België en Luxemburg. Heerlijk. Ik heb daar een keer een behandeling laten doen. Daar heb ik een aantal producten meegekregen. En ik vond deze peeling voor het gezicht. Dus eigenlijk gewoon een hele milde gezichtsscrub. Vond ik echt enorm prettig. Weet eigenlijk de prijs er niet meer van. Ik heb wel zoiets van ja, ik weet zeker dat er andere producten zijn die makkelijker verkrijgbaar zijn. Die ik ook net zo lekker vind ofzo. Dus heb ik de behoefte om het nog een keer te kopen? Nee. Maar mag ik het nog een keer gebruiken? Als ik het nog een keer zou krijgen, dan zou ik het wel met liefde gebruiken. Dus je snapt wat ik bedoel. De Body Shop Vitamine E Moisture Cream All Skin Types Daily. Mijn dagcreme, mijn standaard dagcreme. Ik gebruik er nu eentje van L'Occitane. Die is alweer, nou ik denk dat ik er nog 2 of 3 dagen uit kan halen. Dan is die ook op. En daarna ga ik weer over op Philosophy. Ja, heerlijk. Ja, jongens, jullie weten wat ik van de Vitamine E vind. Ik vind het echt fantastisch. Ruikt heerlijk en werkt gewoon goed. De Body Shop, ook iets van de Body Shop. De Frosted Cranberry Hand Cream. Een hele leuke tubetjes, daar heb je allerlei verschillende geuren van. Cranberry is mijn favoriete geur, vooral rond deze tijd van het jaar. Ik heb er hier een stuk of 4 van. Dit is de tweede nu die opgaat en de derde die volgt binnenkort. Dat ligt hier gewoon op de salontafel. Elke avond als ik daar met koken en ik zit op de bank en Boris brengt me een kopje thee, dan smeer ik mijn handen in. Dus dat is een soort standaard ritueeltje. De Max Factor CC Cream, hoe kan het ook anders? Natuurlijk zit hij erbij. De 4C Fair. Ja, en hij is uit het assortiment. Ik vind het echt een grove doodzonde van Max Factor. Hoor je dat, Max Factor? Maar ik heb denk ik wel een vervanging van Max Factor zelf. En die ga ik binnenkort testen. En ik denk dat dat echt nou, een 1-op-1 vervanging gaat zijn. Ik heb hier nog wel 3 tubes van. Dat komt omdat ik heb ingeslagen. Dat vond ik zelf heel praktisch. Een poeder, Catrice Prime and Fine Mattifying Powder, waterproof. Nee, je ziet er nog een klein beetje zitten, maar ik had geen zin om het te breken en daarna in stukjes nog op mijn gezicht te doen. Het is ook niet zo'n heel duur poedertje. 4 euro dacht ik. Ik vind het een heel fijn poedertje. Ik heb er nu nog één liggen en ik ben er nu eentje aan het gebruiken. Deze mattifying powder is namelijk bijna kleurloos. Laat dus ook geen witte waas achter. Dat hebben die translucent powders soms wel eens. En ik vind een compact powder prefereert eigenlijk mij. Het geeft bij mij de voorkeur. Dus dat, ja, en het ziet er goed uit. Het is makkelijk mee te nemen en het gaat niet zo snel kapot. Vind ik dat ook wel weer een pluspunt. De One Oriflame Alaskan Powder. Deze is dus wel gebroken. Hier heb ik heel lang mee gedaan. En die vond ik ook echt enorm fijn. Maar dat komt ook omdat ik de Alaskan Foundation van Oriflame echt fantastisch vind. Als je een hele lichte huid hebt, à la Vera Camilla, dan moet je die eens eventjes proberen. Ik vind zelf in de winter vind ik dat een hele fijne. Maar ja, dit was altijd mijn heilige graal. Dus op zich hoefde ik daar niet naar te grijpen. Spa Secrets Traditions of Japan Bamboo and Blue Lotus Shower Foam. De gele versie is mijn favoriet, maar deze vond ik ook erg lekker. Ah, maar ik ben jong, ik ben ook een sucker voor shower foams. Het liefst douche ik daar alleen maar mee. Dus nee, ik vond hem heerlijk en ik vind het gewoon hele leuke nieuwe producten van Kruidvat. Dus het is een zeer lijn die ik zeer welkom heet. Ik heb een deel opgemaakt. Dat gebeurt mij niet zo vaak. Dat gebeurt ongeveer 1,5 jaar. De Adidas Climacool Performance in Motion. Werkt die heel erg op met dat je sport? Ik heb geen idee. Ik sport niet. Vraag me niet hoe ik zo slank blijf. Nou ja, ik ben onderhand wel aangekomen. Maar dat krijg je als je kindje in je buik mag krijgen. Ik vind Adidas van toe prima werk. Ga ik lekker. Het is heel neutraal. Ja, ik zweet niet. Maar ja, ik zweet sowieso niet echt. Dus daarin ben ik echt zo'n slechte reviewer. Daar kan ik echt eigenlijk heel weinig goed over zeggen. Ik vond hem gewoon lekker en hij deed voor mij zijn werk. En dat is minimaal wat ik van een deo verwacht. Dus ik ben eigenlijk al stiekem al wel lang blij. Dan heb ik nog een shower foam van Spa Secrets. En dit is de Argan Oil & Rose. En die vond ik ook erg lekker. Vooralsnog prefereer ik de gele. Maar ook de rode was een enorme aanrader. En dan heb ik als laatste een product. En dat heb ik opengeknipt. De L'Occitane Sublime CC Cream. Die heb ik opengeknipt omdat die best wel duur was. En ik hem echt fantastisch vind. Het is dat hij gewoon moeilijker verkrijgbaar is. En duurder is. Anders zou dit mijn favoriete product ever zijn. Die ik voor altijd opnieuw ga kopen.
Maar dat is niet zo. Want hij is iets moeilijker verkrijgbaar en hij is iets duurder. En weet je wel, gezeik. Maar hij is wel echt fantastisch. Het is de kleur Claire Light. Hij ademt, hij zit mooi, hij is niet brokkelend. Hij is heel natuurlijk. Ja, sowieso is L'Occitane echt een geweldig merk. En ook qua make-up ben ik echt zeer tevreden. Dus, dat was hem. Best wel netjes nog, maar ook aan de andere kant, ja, best wel veel spullen. Maar ja, 2 maanden en ik ben een blogger, mag het even. Ik vind het leuk om op deze manier, dan heb ik tenminste een beetje een voorraadje. En dan kan ik tenminste echt wat zinnig zeggen over een aantal dingen. Minder conditioner dan ik zelf had verwacht. En eindelijk is een keertje geen Herbal Essences. Dus dat was, op een gegeven moment werd ik daar zelf eigenlijk wel een beetje moe van. Ondanks dat dat mijn favoriete merk is. Maar hoewel, Love & Blends van Garnier. En Aussie. Het is maar Love & Blends van Garnier is natuurlijk een beetje in hetzelfde prijsklasse. Dus ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je heel erg graag de volgende keer weer. Doeg!